Kinderen hebben maar zelden echt de hoofdrol in de keuken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat koken niet leuk is voor kinderen. Oh nee! Onze kerstverse kok Robert gaat daarom vandaag met deze pittige kinderen de keuken in. Om wat, om wat? Te koken en te keuvelen. Welkom bij de Kinderkookclub en vandaag gaat het over... Groeien. Als je groeit, dan wil je heel lang en breed. Je rek je uit. Nou, heel langzaam. Soms voel je het, maar soms niet. Hebben we een beetje zin om te koken? Ja! Yeah! Oké, mooi. Nou, we gaan lekkere tortilla wraps maken met een heleboel verse groenten. En die gaan we allemaal snijden. Nou, dat mag je ook met deze doen. Opperste concentratie. Dan maken we hier de meisjestafel. Jullie blijven hier. En de jongens, kom maar mee met mij. Kom, dit is de echte jongenstafel. De jongenstafel. Ach, ik had het niet beter kunnen verzinnen. Het zijn de kleine dingen die het doen, Robert. Hebben jullie al een stukje paprika geproefd? Nee. Mag, ja, je mag altijd tijdens het koken mag je alles in je mond stoppen. Want je moet weten welke ingrediënten er in het gerecht zitten. Ja. Die gaan we straks bakken. En er zitten heel veel vitamintjes in die courgette. Ja, heel gezond voor jou. Ik word heel groot van. Ja, wat zijn het langste vorkje ter wereld, wij. Vooral jij. Ik denk dat ik het grootst word van worteltjes, van spinazie, sla, spruitjes, friemels, omdat ik daar heel veel van eet. Dat is pasta. En vlees. Hoe gaat het met de jongens? Goed. Even voor de ouders. Wisten jullie dat onverzadigd vet een onmisbare voedingsstof is? Zeker als je kinderen aan het groeien zijn. Het behoort namelijk tot een goede vetten. Dames, jullie krijgen van mij allemaal een pan. En dan mogen jullie een jongen uitzoeken. En dan zeg je, wil je met mijn groente bakken? Kom, nee, niet meer slaan. Zoek er maar een leuk uit. Nou, dat is toch leuk? Kijk, de vonk springt hier letterlijk en figuurlijk over. De koppeltjes worden gevormd. Jullie krijgen samen deze pit. Zet hem hier maar op. Jullie hebben nu officieel verkering, hè? Ja! Dan krijgen jullie van mij allemaal een bakje gehakt, maar dat moet nog even goed verdeeld worden. In margarine zitten de juiste vetten om goed te kunnen groeien. Nou, Robert heeft de winter lekker onder en de kinderen zijn ineens de beste koks ter wereld. Er wordt geroerd, gehakt, gesneden. Het gaat geweldig. Dit is curry, dat ruikt heel lekker. Ja, weet ik. Wist je dat tomatenblik eigenlijk net zo gezond zijn als verse tomaten? Een tipje erbij is altijd handig. Hij is echt goed. Nou, dat is hij zeker. Mm-hmm. Tijd om de keuken achter ons te laten en lekker aan tafel te gaan. Want zonder eten komt van groeien natuurlijk niets. Zo, de garnering eroverheen en dan... Eet smakelijk! Wat een enige kinderen. Ik wil er ook heen. Ah, meen je dat nou? Oh? Dan mag je niet... Nee!